In DNA is vandaag de wet industriële hennepteelt in behandeling genomen. Deze wet moet Suriname in staat stellen om op grote schaal hennep te telen en te exporteren. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Amzat Abdul, zegt dat is gebleken dat de bevolking nog geen onderscheid kan maken tussen de hennepteelt voor medicinale doeleinden en de hennepteelt voor industriële doeleinden. De wet die DNA nu behandelt heeft slechts te maken met de industrie en zal onder andere het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en zal dus onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij vallen. Abdul benadrukt dat er geen marijuana zal worden geteeld in Suriname. In de memorie van toelichting lezen wij dat het uitgangspunt van indiening van deze wet is. Er wordt aangegeven, en ik citeer, met de wijziging van de wet verdovende middelen SB 1998 nummer 14, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2002 nummer 68, is in artikel 2 van voornoemd wet de grondslag gegeven om cannabis die bestemd zijn voor industriële doeleinden, industriële hennep te telen. Daarbij is in artikel 2 lid 2 van de wet verdovende middelen een uitzondering gemaakt op de strafbaarheid van het telen van cannabis, artikel 1 lid 1 van de wet verdovende middelen, indien het betreft het telen van cannabis voor industriële doeleinden. Met cannabis bestemd voor industriële doeleinden wordt niet anders bedoeld dan wat internationaal bekend staat als de hennep, hemp of industriële hennep. LVV-minister Rubin Permisser zegt dat Suriname over zeker 1,5 miljoen hectare landbouwgrond beschikt, maar slechts gebruik maakt van 200.000 hectare. Permisser vindt dat er genoeg grond aanwezig is voor de hennepindustrie. Verder is het zo dat we in de wet ook aangegeven hebben dat de minister de gebieden zal aanwijzen. Daarmee is er een richting aangegeven dat men niet overal en alles, daar zal de minister rekening mee houden. Voorts, het derde aspect is dat aangegeven is dat de minister zal aangeven hoeveel. Indien u wenst, per beschikking. Als we dat meenemen, per beschikking, de minister, is het niet de persoon, de individu en alleen het ministerie. Het is de hele RVM. LVV-minister Rubin Permisser vandaag tijdens de behandeling van de wet industriële hennepteelt.